moeten echt eens 3 keer raden waar wij nu staan. Het is echt zo super vet. Tada! Paleis Soestdijk. Vertel eens even blij, wat gaan we hier doen? We gaan naar een tentoonstelling over Escher met allemaal kunstbloggers. En wij zijn de enige vloggers. Paleis Soestdijk gaat binnenkort ook een hele grote transformatie ondergaan, want het wordt overgenomen door de eigenaren die ook de Westgasfabriek in Amsterdam hebben opgezet. En die gaan hier een totaal ander complex van maken. Dus nu nog even genieten van hoe het er nu uitziet in ieder geval. De leraar van Escher is dus blijkbaar de Mesquita. Ik ben wel benieuwd, want we staan hier eigenlijk bij het vroegste werk van de Mesquita. Als je nou nu moet zeggen, dit is echt een kenmerk die Escher heeft overgenomen van hem. Dit werk komt ongeveer uit dezelfde tijd als het werk Bocht, wat je net zag. Maar hier kun je wel enige vergelijking in de techniek zien. In de, zeg maar, de figuurtjes die Escher gebruikt, gebruik je heel erg veel van de beeldtaal die je bij de Mesquita ook wel ziet. Dit vind ik leuk. Elk vakje heeft een ander patroon. We gaan testen hoe Hollands ingeburgerd je bent. Kijk naar het gordijn, wat zie je? Lees. Fout. Wat zie je nog meer? De leeuw van de voetbaljersey. Maar eigenlijk is het van de koning. Yay, goed! Juliana die is dus getrouwd met Bernard in 1937 en die wilde eigenlijk liever niet in een paleis wonen. Die wilde zo gewoon mogelijk. Dus toen is er in dit paleis een soort woonhuis gebouwd. Met een gewone eigen opgang waar je eigenlijk tussen haakjes redelijk gewoon kan wonen. De grootste werkkamer was voor Bernard en de wat kleinere werkkamer voor Juliana. En als je goed kijkt zie je dus dat bij het jongetje de vloerbedekking blauw is en bij het meisje de vloerbedekking roze. Cheers! Cheers! Moet je wat drinken? Oh ja. Nou, we hebben net echt het hele paleis rondgestruind. Ik vond de tentoonstelling heel cool. Ja. Maar het gebouw eigenlijk ook, hè? Ja, en ik vond het ook wel grappig in de combinatie. Want je loopt dus ook door het gebouw heen en de tentoonstelling. Gebouw, tentoonstelling. Ja. Dus het was echt een mix. Dus tot en met 6 december. Nee, 17 dacht ik. Kun je hier naartoe, dus echt doen. En het is ook heel mooi, de natuur en zo. Dus, ja, echt.